Ik ben Jacob. Wij zijn in Oostdorp en op de Oostdorpbaan en in de Chesmebakkerij. In dit branche ben ik wel in 1994 begonnen als banketbakker. Als banketbakker in de Turkse baklava's en een koekjes bakken. Als je hier wat proeft, lijkt niet in Turkije. Zo zeggen ze, ja, maken ze beter. Maar dat kan je niet altijd hier eenzelfde smaak krijgen. Je hebt een heleboel verschillende redenen daarvoor. Het is wel een meel, een lucht. Er zijn andere ovens. Daar gebruiken ze meestal steenoven, open vuur. Dus dat soort dingen allemaal, dat verandert wel de smaak. En die vakmans. Die vakmans, dat zijn de allerbelangrijkste. Die geeft het meer smaak. Ik ben nog de oudste in deze buurt. Dus die bevolking hier in de Oostdorp woont, dan kent al mijn brood van eerder, toen ze nog jong was. Dus die bedrijf bijna 15 jaar oud. Ik ben Noor. Ik kom uit Turkije. Als één klant komt binnen, dat is een beetje chagrijnig is, dan ik wil niet echt zo zien de mensen. Dan ga ik een beetje grapje maken, een beetje de andere iets zeggen, dan de klant gaat ze een beetje lachen, dan vind ik echt leuk. Een paar dagen geleden, een klant, een jongen, hij is nu misschien 18 jaar, hij heeft gezegd, de laatste 3 jaar, ik kom alleen voor Noor Abla. Om te horen is echt leuk. Ik heb heel veel cadeau gekregen van mijn klant. Kijk, deze heeft ook cadeau van mijn kleine klant. Kijk, mooie tekenen. Hier zijn, mijn naam is Noor Abla, betekent dat is zus. Dit is Burçin, naam van de kind. Ja, dat hier is Turkse. Van Burçin. Voor Noor Abla. Bruin brood? Ja. Klein of groot? Nee, nee, brood. Nee, nee. Ik heb heel veel verschillende klanten. Nederlands, Surinaams, Turks, Marokkaans. Heel veel. Bijna alle landen. Indiaanse, heel veel. Heb je gezegd? Laatste tijd toeristen ook heel veel. Dus als brood nodig, brood maken nodig is, dan ga ik daar helpen. Dan ga ik ook zelf maken als de koek, de baklava, waar ze nodig is, dan ga ik die maken. En vroeger was het alleen schoonmaster. Nu is, ik kan aan alles. Dat vind ik echt leuk. Ik hoop dat deze bakkerij gaat altijd door. Ik heb geen idee als de bakkerij is er niet, dat wat ga ik doen. Ik weet echt niet. Ik wil niet denken ook. De laatste tijd, alle bakkerij heeft een doner en een pizza. Als je alleen brood verkopen, dan die is niet genoeg om deze winkel te draaien. We gaan het even aan het brood bakken. Dus de eerste, nou, dan de tweede behandeling wordt het nu. En homo. Als je het zo ziet. Dit zijn wel de gewone Turkse wit brood. De Turkse pide. Een lavash. Wordt het wel. Die smaak die je geeft, die mensen wel lekker vindt. En dat erover gesproken wordt. Bijvoorbeeld, hey, Chesma maakt het lekkere brood. Dat is het. Dat is de juiste bedoeling. En daarover geniet ik het wel.
Als je eenmaal ondernemer bent en je moet het wel zorg dragen die zaken runt en draaiend te houden. Is in, als je meer thuis dan in je winkel bent, en dan gaat het meestal fout. Dus je meer energie in je winkel stoppen dan thuis. En, ja. Kan ik het zo zeggen dat ik leef in het bakkerij? Rusland, zover ik hoor, zover ik weet, is wel de grootste leverancier van de Europese Unie als graanleverancier. Is in Nederland ook. Die granen die komt uit Rusland naar Duitsland. In Duitsland bij de molen gemaakt en hierheen vervoerd. Die meel is wel duurder geworden in het afgelopen jaren. Vanwege die brand in Rusland. Die, al die tarwe is wel verbrand. En daardoor krijgen we wel een minder tarwe in de Europese Unie. Dus daardoor zijn de prijzen wel gestegen. Niet vergelijken met de prijsverhoging van de meel. Hebben wij helemaal niet de prijzen verhoogd. Dat is dan wel een minder winstmarge. Meer energie insteken, meer uren draaien, dat wordt er voor ons staan.